Oh, hier is geen tempel. De tempel is daar verderop, denk ik. En die komt nu uit de grond, of is het wat anders? Het is tempel, hè? Ja. Het is de volgende tempel. Woep, woep. Let's go. Ik heb zoveel zin in een nieuwe tempel. Oh, ik moet natuurlijk wel eerst even de kracht aanzetten van Ryu. Oké, let's go. Ik ga hierop schieten. Ben jij net zo hyped als ik over deze tempel? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. 1, 2, 3. Bam! Oké, ja, dat was de bedoeling. Woep, woep, woep. We hebben hier... Oh, wow, een of andere gigantische G-Brava meets Giratina gek wezen. Die gelijk heel boos wordt dat we hem wakker hebben gemaakt uit zijn slaap. Holy moly. Doe eens niet zo boos, Gypto koningin. Dus hier komen al die Gypto's vandaan. Oh, deze is wel vet. Deze is super duper fancy. Heel nice. Oké. Hoe gaan we deze verslaan? Want hij heeft behoorlijk wind te maken hier. Ze wakkert de zandstorm aan. Ze is verantwoordelijk voor dit alles. Kom. Laten we dus samen verslaan. Het ziet eruit als best wel moeilijk, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar die kan waarschijnlijk niet tegen elektriciteit. Dat is denk ik iets wat zeker is. Kijk, hij probeert ook gewoon buiten de bliksem te blijven. Oh, rennen. Ik ben in één keer dood. In één keer dood? Hoe ontwijk ik dat? Ik zei toch dat deze moeilijk was? Niet oké. Echt niet oké. Ho is. Schieten. Let's go. Bam. Op je bakkes, vriend. Top. Kan ik trouwens jou ook gebruiken? Let's go. Nee. Windstorm. Windstorm. Waar ben je, Ryu? Leen me je kracht. Let's go. Ik wil niet die gekke straal weer, hoor. Die gekke straal was... Oh. Dit ging ook niet goed. Hij verschuilt zich blijkbaar daar dan achter die tornado. Oké, ik wacht op je. Ik wacht op je, Ryu. Let's go. Loop met me mee. Om de tornado's heen. Ja, we kunnen hem nu raken. Bam! Oké, top. Top. Hé, maar ik wil niet de gekke zandstraal, hè. Die gaat hij nu doen, denk ik. Nee, hij blijft tornado's doen. Die kunnen we ontwijken. Oké. Maar man. Waarom? No. Oh, shit. Oké. Wat gebeurt er trouwens als ik gewoon een bliksemvrucht aan mijn pijl doe? Kan ik hem dan bijvoorbeeld ook gewoon raken? Dan raak ik hem dus wel mee, hè? Zag je dat? Het werkt wel. Oh my god. Deze is kapot sterk. Oké, we gaan even wat eten sowieso. Dat blijkt nodig te zijn. Oh, daar komt hij weer. Nee, jongen. Ik ga je raken. Hier, hoppakee. Ik ben nu klaar met jou. Helemaal klaar met jou. Let's go. We komen dicht bij hem. Gaan we schieten. Bam! Oh, huh? Huh? Heb ik nu maar 2 schoten nodig? Ik snap hier niks van. Wat gebeurt er? Oh ja, nu wordt hij pas echt lijp. Ja, lekker dan. Of ga je weg? Ga je weg? Ja! Hij gaat het fort in. Hij is verdwenen. Ze is naar de top gevlucht. Om met haar af te rekenen moeten we weg naar boven deze ruïne vinden. Oké dan. Blijkbaar heeft ze dus ook bepaalde zwakke plekken. Want daar raakte ik er dan de tweede keer, denk ik. Daar moeten we even op letten als we straks de boss battle gaan doen. Ik zou trouwens misschien wel wat meer pijlen mee moeten nemen. Kijk, we kunnen nu hier naar binnen. Misschien moeten we ook even afrekenen met die pilaren gelijk. Want anders blijven die Gypdos komen. Dat is op zich ook wel irritant. Dus hotse vlots. Deze even kapot maken. 1, 2, 3. Bam. Top. Ryu. Nee, niet Tulin. Ik heb Ryu. Jouw kracht heb ik nodig. Moet even deze ook opblazen. Gekke paddenstoel. 1, 2, 3. Bam. Die is ook weg. Top. 1, 2, 3. Bam. Lekker, vriend. Lekker. Oké. En nu Ryu. Kijk deze powers. Beter liggen er nu een beetje pijlen. Nee, hè? Er liggen geen pijlen. Gun mij pijlen. Bij de vorige kreeg ik wel allemaal pijlen. Oh, huh? Lekker. Nou, top. Daar hebben we geen last meer van. Oké, jongens. Onze eerste stappen hier in deze bliksemtempel. Beter kan ik overal pijlen vinden. Want we zullen er een hoop nodig hebben. Misschien wel in dit eerste kistje gelijk. Een vlammenwerper. Die zal hier ook niet voor niks zijn. En hier een waaier met korkblad. Ik denk dat we die ook wel nodig hebben. Dus die neem ik ook mee. In deze potjes zitten dus allemaal pijlen. Ja, nice. En een barnsteentje. Die zullen we denk ik toch echt wel nodig hebben. Wat gaan we doen?
Ik denk dat we eens gaan proberen om hier omhoog te gaan. Nou, dat lukt sowieso niet. Dan denk ik dus dat ik met zo'n waaier moet gaan wapperen. Om al dit zand weg te halen. Kijk. Zo'n vermoeden had ik al. Wat zou er dan hier allemaal onder dit zand liggen? Niet overal ligt wat. Maar hier is wel een knompie om het deurtje te openen. Yes! Oké, ook een fakkel. Ja, dan moeten we iets droppen, hè. Wat gaan we dan droppen? Deze? Zetten we de fakkel maar even aan. Oh, dit voelt net als het begin. Het allereerste begin met Zelda. Toen gingen we ook zo naar beneden. Kwamen we Ganondorf tegen. Ik ben benieuwd wat we hier tegen gaan komen. Ik verwacht ook grote problemen. Oké, wat zien we hier allemaal? Brug. Kunnen we naar de overkant van de brug? Jemig, man. Moeten we gewoon hier helemaal doorheen lopen? En ben benieuwd of dit zo'nzelfde tempel is als de vorige tempels. Eens kijken. Deze stenen kunnen we hier weghalen. Zo. Kunnen we daar naartoe. En even koenkeloeren wat hier is. Oh, enemy met pijlen in zich. Leen mij je kracht. Let's go. Bam. Wegwezen. Even kijken wat dit allemaal is. Daar ligt een zwaard. Een Gerudo grootzwaard. Oké. Yo, maar dit zijn gewoon allemaal graven, hè, volgens mij. Beetje net als die farao's van vroeger. Die werden natuurlijk ook begraven in dit soort tombes. Dit is gewoon zo'n tombe. Dit is super sick. Oh my gosh, wat was dit? Ik was bijna dood. Maar misschien was het wel de bedoeling dat ik daar naartoe ging. Oké. Volgens Ryu kan ik hier niet verder. Maar ik kan wel deze twee papies opblazen. Althans, één tot nu toe. Misschien kunnen jullie helpen. Waar is mijn Mattie? Waar is Yunobobo? Oké, maar ik kan hier dus niet doorheen? Jawel, man. Ik kan hier wel doorheen. Kijk maar, als je dit goed timed, kan je er gewoon doorheen. Zie je? En dan kan je hier op de knop staan. En dan gaan ze gewoon uit, hè? Tuurlijk! Kan gewoon. Deurtje open en doorgaan. We kunnen nu verder gaan. Ja, top. Het is hier wel echt heel donker, dus ik neem mijn fakkeltje maar mee. Oh my god, wat is dat nou weer? Fireball. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Maar ik kan natuurlijk wel terug laten spoelen. Hoop ik. Kijk. En dan kunnen wij gewoon hier langs. Dat ging maar net. We moeten dus allemaal van dat soort puzzels oplossen. Nice, die fireballs kunnen er ook niet meer doorheen. Volgende poort gaat open. Ja, vette tempel, man. Dit voelt echt als een piramide. Met allemaal hindernissen en hinderlagen. Even kijken wat dit allemaal is. Oh, kijk. Hier moeten we, denk ik... Ja, dit moeten we kapot maken. Let's go, Ryu. 3, 2, 1, bam! Oké, dit moeten we een paar keer doen waarschijnlijk. Of we moeten heel even beneden gaan kijken. Ik ben namelijk wel benieuwd wat hier allemaal ligt. Kijk, er liggen wel allemaal schatten hier ook. Opalen en barnstenen en dat soort dingen. Lekker, man. Pijlen. Heerlijk. En wat ligt hier dan onder? In dit graf? Oeh, een of andere goede Gerudo-boog. Oh, maar als ik die pak... Ja, dan gaat het los, hè? Dan gaat het los. Verdurie. Oké, ik ga kijken wat er gebeurt als ik hierop schiet. Misschien gaan die gekke impiedimpies dan ook gewoon weg. Oké, nee, dat werkt niet. Let's go, Yunobo. Oh, er zijn er meer. Oké. Then we do the power of Ryu. Oh, er zijn er heel veel zelfs. Ja, die komen natuurlijk nu omdat we dat ding niet gesloten hebben. Ja, die blijven natuurlijk ook gewoon komen. Laten we naar boven gaan. Nu dan. Ja, oké. Nog één keer, dan slopen we ze allemaal. Otseflots, wegwezen. Oké, cool, we gaan door. Door naar de volgende schatkamer. Ik zie hier een ziek licht. De kamer van hoop is dit. Oh, wacht even. Deze zijn altijd heel irritant. Heel irritant, maar zeg maar heel irritant. Dit moeten we even met z'n allen doen. Oké. Wat als ik nu gewoon daar op hem schiet? Gaat hij dan gesloopt worden? Ja, dat gaat wel. Hij is wel sterk, gek. Misschien kan Yunobo ook wat doen. Top. Jeetje. Jemig. Ik moet echt even oppassen voor deze. Man, ik durf ook niet te dichtbij meer te komen nu. Ja, laten we jouw kracht activeren. Top. En nu kunnen we hem slopen hoor, denk ik. Hoop ik. Is die nou kapot? Oh, er is er nog één. Dudes, ga weg. Ik heb een Zonoïde officierhoorn 3.0. Helemaal sick. En een Zonoïde boog plus. Maar dan moet ik eerst een boog droppen. Ik drop deze. Oh my god. Oh, hij heeft een vlammenwerper. Pas op. Zieke vlammenwerper dingen. 1, 2, 3. Oké, nice. Is die kapot? Soort van. Bijna. Oh, ik sla hem nu met mijn fakkel, denk ik. Dat is niet handig. Dat is helemaal niet handig. Is er ergens een nieuwe fakkel? Mijn fakkel is bijna kapot. Maar wat gebeurt hier? Wat is er met dit licht aan de hand? Ik had gehoopt dat als ik dan hier zou staan, dat ik dan al mijn hartjes weer terugkreeg. Maar helaas. Oké, we gaan wel even wapperen. Even wapperen, jongens. Wat is dit? Het is een apparaat. Oh, kijk. Het is een spiegel. En die spiegel, die moeten we denk ik
kwartslagje draaien. Kan die zo neergezet worden? Die moet natuurlijk daarop richten. Oh, kijk, misschien moet ik dit er even onder zetten. Deze steen denk ik ook erop. Zo, en dan die spiegel erop. Ik denk dat die dan op de goede hoogte staat namelijk. Zo ongeveer. Nee, hij moet nog hoger. Ik denk dat ik deze ook dan helemaal moet draaien. Zo. Kijk, ja, oké. En zo komen we hier weer doorheen. Very nice. Nou, deze dingen kan ik allemaal achterlaten. Nou, misschien neem ik dit groot zwaardje ook nog even mee. We zijn op de begane grond. Let's go. Wat is dit voor ruimte? De kamer van verheffing. Moet ik helemaal naar boven? Link, ik weet zeker dat de muurschildering in de fort ons naar deze tempel wilde leiden. En als dat het geval is, dan moet de persoon achter die stem ook hier ergens zijn. Maar... serieus, ben ik nu pas aangekomen bij de ingang van de tempel? Nee, ik ben al lang in de tempel. Ik raak dit in ieder geval alvast aan. En wat gaat er dan gebeuren? Waarschijnlijk komt er nu iets in beweging. En moeten wij nu de 5 puzzeldingen pas gaan oplossen? Oh. Ik ga een klein beetje naar boven. Oké, het ziet er nou uit alsof dit niet werkte. Bewoog de vloer nou weer terug? Ja, ja, ja. Ik denk dat we 4 puzzeltjes of zo, 5 moeten oplossen. Dochter! Dochter van de Gerudos. Dit platform is verbonden met de top van deze tempel. Holy moly. Gebruik je kracht om de 4 batterijen te laden. Oh my god, we beginnen eigenlijk nu pas aan de tempel. Niet! Oh my gosh. Deze keer weet ik het zeker, die stand die roept mij. Ik moet mijn kracht gebruiken om de 4 bliksembatterijen op te laden. Het monster waar we buiten tegen vochten is naar de top van deze tempel gevlucht. En de stem zei dat het mechanisme verbonden is met de top van deze tempel. Als dat zo is, dan kunnen we het monster misschien in de nauw drijven. En erachter komen we weer tegen ons praat. En waarom? Link, breng me helemaal naar boven. Laten we doen wat de stem zei en zoeken naar de 4 zogeheten bliksembatterijen. Holy moly, dus deze Lightning Temple begint eigenlijk nu pas echt? We hebben alleen nog maar het recht gekregen om hier binnen te komen? Jeetje, nou weet je wat? Dan gaan we de rest in de volgende video doen. Knal de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die volgende. Mazzel!